Bijna alle kinderen hebben wel eens last van driftbuien. Driftbuien zijn niet erg, maar toch is er soms meer aan de hand. Ik ben Aliet van der Akker, pedagoog, en hier aan de werkplaats repareer ik de misverstanden over driftbuien. Jonge kinderen ontwikkelen zich razendsnel. Maar als ze baby, peuter of kleuter zijn, kunnen ze toch ook heel veel nog niet. Ze hebben bijvoorbeeld heel veel moeite met het beheersen van hun emoties. En omdat kinderen dat nog niet zelf kunnen, helpen de ouders mee. Ze co-reguleren de emoties. Bij baby's door heel goed te kijken wat ze nodig hebben en dat dan te geven. Een fles, een schone luier of gewoon even knuffelen. Maar als baby's dreumissen worden, dan gaan ze plannetjes maken. En dan willen ze ineens van alles dat die ouder niet goed vindt. Stel, je bent als ouder met je kind in de supermarkt. En je kind ziet een kleurig pak cornflakes met van die vrolijke diertjes. Grote kans dat je kind dat pak wil hebben. En wat kan er dan gebeuren als je als ouder nee zegt? Je kind lijkt te ontploffen. Hij kan zijn doel niet bereiken en raakt daardoor gefrustreerd. En omdat hij dat niet kan reguleren, wordt de boosheid heel snel heel erg. Hij gaat plotseling hard schreeuwen. Hij krijgt een woedeaanval. En dat gedrag kan best heel extreem worden. Dan laten kinderen zich op de grond vallen, gaan ze met dingen gooien. Of houden ze hun adem in net zo lang tot ze flauw vallen. En soms gaan kinderen zichzelf zelfs pijn doen, bijvoorbeeld door met hun hoofd tegen de muur te bonken. Driftbuien horen bij de normale ontwikkeling. Maar driftbuien zijn ook een van de eerste momenten waarop je kunt ontdekken of een kind problemen heeft met het reguleren van emoties. En dat is belangrijk, omdat je dan alert kunt zijn op risico's voor eventuele gedragsproblemen, zoals agressie en depressiviteit. En om erachter te komen hoe dat precies zit, doen we heel veel onderzoek. We gaan dan bijvoorbeeld bij mensen thuis op bezoek en vragen kinderen om samen met hun ouders met een blokkendoos te spelen. Na een tijdje krijgen ze de opdracht om te gaan opruimen. Alle blokken terug in de doos. Dit is voor kleine kinderen al best moeilijk. Ben je net lekker bezig, moet je alweer stoppen. En om het nog iets lastiger te maken, mogen ouders niet meehelpen. En dan keken we wat er gebeurde. Kreeg een kind een driftbui? Hoe lang duurde dat en wat voor soort driftbui was het? We vragen ouders ook om een dagboekje bij te houden en daarin de driftbuien van hun kind op te schrijven. En zo krijgen we inzicht in hoe driftbuien zich door de tijd heen ontwikkelen. Bij driftbuien zijn in ieder geval drie dingen van belang. Hoe vaak een kind een driftbui heeft, hoe lang zo'n driftbui duurt en hoe heftig hij is. Eerst, hoe vaak? Wat we zien is dat jonge kinderen zoals dreumissen en peuters vaker driftbuien hebben dan bijvoorbeeld kleuters. Het aantal driftbuien neemt later dus af. Maar naarmate kinderen wat ouder worden, is het wel gewoner dat driftbuien wat langer duren. Kleuters houden het wat langer vol. Nu kunnen driftbuien er echt wel heftig uitzien. En sommige ouders schamen zich heel erg als hun kind in het openbaar een driftbui krijgt. Maar we hebben gezien dat het voor kinderen eigenlijk heel normaal is. En ze komen ook heel vaak voor. Wat je als ouder wel wil, is dat deze lijnen na verloop van tijd omlaag gaan. Zodat je kind als hij 6, 7 of 8 is, sociaal kan meekomen met andere kinderen. Met minder driftbuien die, als ze gebeuren, ook korter duren. En soms gebeurt dat niet. Sommige kinderen hebben elke dag één of meerdere driftbuien. En sommige jonge kinderen hebben driftbuien die opvallend lang duren. Bijvoorbeeld langer dan 5 minuten. Je hoeft dan niet meteen te schrikken. Nogmaals, een driftbui op zijn tijd, zelfs een aantal keer per week, is echt heel normaal in sommige fases. Het wordt pas een probleem als zulk gedrag dagelijks blijft voorkomen. Of als je kind er heel moeilijk weer uit lijkt te kunnen komen. En ook als een kind 6 jaar of ouder is en nog steeds veel of heftige driftbuien heeft, kan het de moeite waard zijn om hulp te zoeken. We zien namelijk dat kinderen die heel vaak driftbuien hebben, meer risico lopen op gedragsproblemen. En kinderen die heel lange driftbuien hebben, lopen meer risico op emotionele problemen, zoals angst en depressieve klachten. Het kan uitmaken wat kinderen doen tijdens een driftbui. Er is niet zoveel aan de hand als een kind hard huilt en ook niet als hij zich van boosheid op de grond laat vallen. Maar als een kind agressief wordt naar anderen of zichzelf gaat verwonden, kan dat een signaal zijn. Als kinderen allerlei van dit soort dingen doen, dan zien we een verhoogd risico op zowel gedragsproblemen als emotionele problemen. In de onderzoeken die we doen zien we dat veel kinderen gedrag laten zien dat eigenlijk niet oké is. Maar ook dat ze lang niet allemaal problemen ontwikkelen. Je hoeft je dus echt niet meteen zorgen te maken als jouw kind zulk gedrag vertoont. Maar trek wel op tijd aan de bel als het blijft aanhouden. De belangrijkste tip voor ouders is in ieder geval om te proberen zelf wel rustig te blijven. Voor een kind ben je namelijk een spiegel. Als je zelf rustig blijft als je kind een woedeaanval heeft, is de kans groot dat je kind ook sneller weer rustig wordt. En omgekeerd, als je als ouder dan juist schrikt en het kind gauw zijn zin geeft, of juist ook boos wordt, dan kun je daarmee het gedrag dat je wilt tegengaan juist in stand houden. En als je kind dan toch een driftbui heeft, dan is het vaak het beste om het kind eerst maar even te laten. Als het tenminste verder geen gevaar loopt.
Driftbuien verlopen namelijk in twee fases. Na de eerste fase van echte boosheid volgt dan een fase waarin kinderen vooral overstuur zijn. En dan kan het fijn zijn om voor je kind te benoemen wat er gebeurde en ze te troosten. Het onder woorden brengen van gevoelens is een goede manier om emoties te leren reguleren. En zo help je kinderen om dit heftige gedrag langzaamaan onder controle te krijgen en erop te reageren zoals volwassenen dat kunnen doen. Met hoofdschudden, door met elkaar te praten of alleen maar te zuchten. Vitaminepillen zijn niet altijd goed voor je. Ik ben Renger Witkamp, voedingswetenschapper, en in de volgende aflevering ontrafel ik de mythes rond het slikken van vitaminepillen.